Twee panden aan de Zwartenhovenbrugstraat naast Casimex Center zijn vanmorgen afgebrand. De brandweer moest 6 wagens inzetten om de brand onder controle te krijgen. Het was vechten tegen de vuurzee, terwijl iets verderop de 1 juli ceremonie aan de gang was bij het beeld van Kwaku aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Het vuur begon bij pand nummer 127 dat al jaren gesloten is. De vlammen sloegen snel over naar het gebouw ernaast. De brandweer heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het Casimex Office Center. Er is heel hard gewerkt waardoor het gebouw gespaard is gebleven, zegt de commandeur piketofficier van de brandweer Etiri Meursing. De binnenstad kennende zijn we direct met zwaar materiaal uitgerukt. 2 voertuigen vanuit Knuffelsgraag, we hebben 4 voertuigen vanuit de Gemeentelandsweg en die dompelpomp direct gedirigeerd naar Yokohama om in geval het nodig mocht zijn water te onttrekken uit de Suriname rivier. Hier aangekomen hebben de jongens pand 127 en 129 in lichte laaien aangetroffen. Ze hebben dan een stoplijn getrokken naar het gebouw van Casimex en dat is aardig gelukt, u ziet zelf. Het is gebleven bij die 2 panden, 127 en 129. Geeft aan dat die jongens een heel goede job hebben gedaan. En ik denk dat wij echt trots mogen zijn dat wij gespaard zijn gebleven van zeg maar nog een ramp in de binnenstad wat brand betreft. Volgens Meursing is de oorzaak van de brand nog niet bekend. De politie is bezig met het onderzoek, dus wij krijgen dat later wel te horen, gaf hij aan. De eigenaar van pand 127 kwam na de blussingswerkzaamheden ter plekke en vertelde de brandweer dat het gebouw leeg stond. Meursing zegt dat het beter zou zijn als deze informatie vooraf was gegeven. Goede informatie, maar eigenlijk laat, omdat wij rekening mee hebben gehouden dat er nog spullen in het pand kunnen zijn. En u zegt het zelf, nu blijkt dat het om een leeg pand gaat. En die informatie is voor ons ook belangrijk. Omdat wij dan ook anders te werk kunnen gaan. Wij hebben geprobeerd om zo weinig mogelijk waterschade aan te richten aan het pand. En uiteindelijk bleek dat het om een leeg pand gaat. Maar dat is onze werkwijze eigenlijk. En het aangrenzend gebouw is gelukkig bespaard gebleven, dat van Casimex? Ja, we zeggen gelukkig. Maar ik zeg door een hard werken van die jongens is het gespaard gebleven. Omdat... pleeg jij geen goede inzet, werk jij niet hard, dan heb je geen geluk. Dus dat was misschien Casimex en die andere panden nu nog in vlammen. EBS behoort tot een van de hulpdiensten van ons. En in dit geval staan die panden nog onder spanning, elektriciteit. En dan is het eigenlijk EBS die dat zaakje spanningloos moet maken voor ons, zodat wij veilig verder kunnen werken. Etiree Meursing, de commandeur piketofficier van de brandweer. Hij sprak journalisten vanmorgen na de brand van 2 panden aan de Zwartenhovenbrugstraat.